We zijn terug. Ik heb een mooie grote schaal erbij gepakt. Dit kan natuurlijk elke schaal zijn die je in huis hebt. Kan ook wat kleiner of kan ook groter als je dat hebt. En daar gaan we een leuke compilatie van maken van verschillende materialen. En allereerst gaan we natuurlijk onze kleine kroontjes op de schaal zetten. Ik heb voor de gelegenheid sinaasappels gepakt voor erbij. Nog een aantal oranje vaasjes. Helemaal leuk. En dan gaan we iets in creëren. Met deze bloemen wil ik nog wat doen. Dit is een gloriosa. Die zit nog in het plastic. Ik wil even uithalen. Het zijn hele bijzondere bloemen. Het zijn mijn favoriete bloemen. En ik vind ze gewoon prachtig mooi, sierlijk, vrouwelijk, energiek, vlammend, flamboyant. En nou, ik vind het ook wel iets hebben voor, het is ook wel iets majesteus, iets koninklijks. Glorieus. Vandaar dat ik hem erbij pak. Ik vind het gewoon een prachtige bloem. Het is er eentje die eigenlijk niet heel veel meer nodig heeft dan gewoon lekker zichzelf zijn. En ik heb een mooi flesje waar die in kan. Deze manier maak je gewoon al een heel leuk samenspel met verschillende materialen. Nou, heb ik hier nog een wat groter vaasje. De rest van de bloemen die hier nog liggen. Maar eerst heb ik wat takken uit de tuin gehaald. En die ga ik eerst eventjes in kleine stukjes knippen. Misschien nog wel kleiner hoor, maar dan moet ik even kijken hoe het uitpakt. En met deze takken gaan we een basis maken voor de rest van het toefje. Eigenlijk heel eenvoudig, gewoon de takken erin laten glijden. Sommige zijn mooi wat langer, andere wat korter. En de vertakkingen geven ook weer stevigere basis. Deze is wel heel droog. Ik denk dat ik hier wel een heel eind mee kom. Want we willen natuurlijk ook nog wat ruimte overhouden voor de bloemetjes. Nou, die heb ik hier. Ik heb verschillende. Mooie gerbera, eremurus, kleine gerbera, germini noemen ze dat. Een oranje renonkel, celosia. Dit is een lelie en een roos, vuvuzela. Misschien herinner je het je nog van een paar jaar geleden toen Nederland in de EK of WK speelde. Volgens mij WK. Toen hadden ze van die grote oranje toeters die ze vuvuzela noemen. En je hebt er ook een mooie roos van, dus die vond ik wel leuk om te gebruiken. Nou, ik haal de bloemen over het algemeen kaal van het stelen. Ik doe dit omdat ik de bloem aan zich vaak mooier vind in een bepaalde creatie dan dat er allemaal blad bij zit. Als er blad bij zit, dan is het zo bossig en zo doenig. Dus ik haal vaak wat blad weg. Scheelt ook wat voor een compositie je maakt. Nou, en de bloemen komen verschillend van lengte in de vaas. De meeste bloemen zijn enkel, alleen van deze eremurus heb ik er twee. Gewoon omdat het van die leuke speelse dingen zijn die ook wat hoger kunnen. Kijk, wat ik hier nu heb leggen zijn kopbloemen. En dat werkt toch anders dan lange lineaire bloemen. Het is leuk
Vaak is het leuk om in de creaties een afwisseling te maken van de verschillende vormen van bloemen. Even wat lager. Zo, en wat leuk is nu, zijn deze sneeuwballen. Ik heb ze net niet gebruikt, maar nu kan ik ze wel goed gebruiken. Ook hier haal ik grotendeels het blad weg. Bepaalde lengte door de steel er een beetje naast te zetten van hoe lang wil ik hem in de creatie. Zodat ik hopelijk in één keer de juiste afmeting heb. En anders moet je gewoon een paar keer meer snijden, dat is ook geen probleem. En dit is weer wat speelser. En zo heb je eigenlijk in een handomdraai een heel eenvoudig, een leuk boeket. Een boeket is het eigenlijk niet, want dat is letterlijk dat je iets in de handen samenbindt. Dit is gewoon een compositie waarbij je met speelt met bloemen en kleuren. En de takken bieden de basis. En dit is gewoon heel leuk om dat bij je bord neer te zetten. Dat je echt een leuk samenspel krijgt. Kijk ook even naar de verschillende de hoogtes. En misschien wil je hier nog iets in. Ik had nog wat vogeltjes erbij gelegd. Die kun je misschien nog bij het kroontje zetten. Hupsakee. En hier nog eentje. Die maken de boel ook altijd wel weer gezellig. De sinaasappels. Dat is weer een heel ander verhaal. En daar ga ik je straks meer over laten zien. En was je al nieuwsgierig geworden naar wat we met de sinaasappel gaan doen? We gaan er een gat in maken. En maakt in principe niet zo heel erg uit hoe je dat gaat doen. Als er maar een steekbuisje in past van plastic. Dit zou ik over het algemeen niet heel ver van tevoren doen. Nou, de sinaasappel, daar zie je bijna niks meer van. Er zit wel een gat in en een buisje. Oeps. Klein beetje water. En ik heb ze er weer bij gepakt. Dit keer is die rood. Deze is wat meer oranje. En deze is wat meer rood-roze. En op die manier maak je er helemaal een feestje van. Kan natuurlijk ook met rozen of andere bloemen. Nou, ik hoop dat je er ontzettend mee geïnspireerd hebt. Ik hoop dat het heerlijke dagen worden. En dat we echt kunnen genieten van al het moois wat Willem en Maxima ons laten zien. Ik kijk er in ieder geval vast naar uit. En deel je creaties. Als jij mooie creaties hebt gemaakt zoals dit. Of misschien heb je het helemaal anders gedaan. Of misschien pak je de kleuren rood, wit, blauw voor alles. Omdat je dat het Nederlandse gevoel geeft. Maakt niet uit. Deel het met me. Stuur me een foto. Plaats het op Facebook. En link me dan. Helemaal leuk. Laten we elkaar gewoon lekker inspireren. Wil je meer bloemschik inspiratie en ideetjes. Wat je kunt doen met bloemen. En laat dan je naam en e-mailadres achter. Op die manier meld je je aan en kan ik je af en toe op de hoogte houden met leuke tips, trucs, inspiratie en allerlei andere dingetjes. Goed, ik zie je weer. Bye bye.